Hallo mensen, welkom terug in Prison Architect. En vandaag gaan we even verder met de gevangenis. Hoe groot? Oké, die moet zo groot zijn. Ik ga even de holding cell afmaken. Oké, de eerste twee gevangenen zijn er. Maar dat zou niet moeten gebeuren. Oh. Shit, ze staan er al. Oké. En ze kunnen niet meer naar binnen. En dit is ook niet zo fijn. Zo. Zo. En er komt hier een goede deur. Ik denk dat dat het beste is. Nee, dat is het niet. Pak een klein. Kleine ingang. Oh. Is hier nu. Oh, wacht. De gevangenen zijn nog steeds niet er binnen. Oké. Ik ga even het lichtnet aanpassen. Electrical cable. Ik nu ook nog eentje zo plaats en eentje daarheen. Dan zal het wel goed moeten komen. Maar wacht, daar zijn ze nog aan het bouwen. Dus die lampen komen zo meteen allemaal. Toilet en een bank. Toilet. Niet de sofa. Bench. Nee, dat is ook niet slim.
Doe er één. Hier komen ze binnen. Hier zijn de cellen. Dan ga ik hier het eetgebouw maken. Even checken. Online checken bedoel ik. Of ik ook echt een eetzaal moet hebben. Want ik bedoel ook in het begin. Ja, dat is wel slim. Dus ik ga als eerste keuken maken. Cooker. Fridge. Sink. Staafdoor. Oh, nee, niet daar. Daar. Zo. Eentje is er dood. Oké. Is niet zo fijn. Wat moet er allemaal in de kantine? Serving table, tafels en keukens. Ding. Als eerste zal ik een large pipe hier naartoe brengen. En dan met een kleine pijp daarheen. En dan elektriciteitskabel daarheen. Objecten. Metaaldetector. Komt daar. En daar. Ah ja, hij is dood. Kan gebeuren. Het is een gevangenis. Waar was ik mee bezig? Oh ja. Kantine. Of moet ik dan iets anders doen? Ik denk dat een kantine wel goed is. Objecten. Oké. Hopelijk kunnen ze er zo bij komen. Dat denk ik niet. Dus dan doe ik het zo. Kunnen ze misschien alleen daar nog niet bij komen, maar goed. Wat heb ik dan nog meer nodig? Een serveertafel. Die kan dan wel zo. En dan staaf door hier de materialen, concrete wall. Zo. Met een solitary. Toch? Solitary is dat toch? Ja, solitary door.
Daar moet nog elektra naartoe. Oh, hier moet trouwens ook nog water. Oh, wacht. Nou ja. Elektra. Dat moet daar nog heen. En daar nog heen. Oké. Ik ga wel alvast capaciteur toevoegen. En wacht. Hoe sluit ik dit ook weer af? Oké. Oh, hier staf. Koek. En blijkbaar moet dat echt zo komen. Wat gebeurde er? Oh, blijkbaar niks. Hey. Nou goed, blijkbaar gaat daar iets fout. Waar komt er nou eens elektra? Staff guard. Ik had er hier toch ook eentje neergezet. Oké. Die manier. Blijkbaar gebeurde dat telkens maar niet. Oké. Dat hoef ik op zich niet. Wil ik dat? Nee, laat ik eerst maar even, zodat ik nog geld heb. Hier ga ik kijken wat ik. Dat is staff room. Oh, dat is op zich ook wel slim. Kamers. Staff room, waar staat hij? Hier. Vind ik 4.
Shrink Machine. So. Ah. 15 minuten zijn ongeveer voorbij. Ja, je mag stoppen. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Geef even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Of een duimpje omlaag als je het niet leuk vond. Subscribe als je dat nog niet hebt gedaan. Check ook even mijn Twitter en Facebook. Als je dat liked of retweet of volgt, dan kom je altijd als eerste te weten wanneer ik een nieuw filmpje upload. Alsnog, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.